Super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video heb ik weer een action shoplog voor jullie. Ja, ik ben weer een keer naar de action geweest. Was alweer eventjes geleden. En ik heb weer wat leuke dingen gekocht die ik graag met jullie wil delen. Ik vind dit soort video's zelf ook altijd super leuk om te kijken van andere YouTubers. En ik vind het ook gewoon heel erg leuk om dit soort video's op te nemen. Dus mocht je benieuwd zijn naar de spulletjes die ik heb gekocht, kijk dan zeker even mee. Vind je deze video nu al leuk? Doe alvast je duimpje omhoog en dan gaan we gauw beginnen met de Action Shoplog. Ik zal de prijzen van de producten in beeld neerzetten, want dat scheelt weer zoeken op het bonnetje. En dan begin ik ook gelijk even met essentials die ik altijd koop en dat is zaagsel. Ik heb 2 pakken gekocht. Als je mijn vlogs volgt, je weet dan misschien dat ik een konijn heb en dat hok moet verschoond en daar hoort zaagsel bij. En bij de Action is het lekker goedkoop en het werkt gewoon prima. Dus dit zijn gewoon handige dingen om bij de Action te kopen, vind ik persoonlijk. Dan heb ik dit potje gekocht met elastiekjes. Je had deze in verschillende kleuren en je had bijvoorbeeld met bruin en zwart. En ik heb gewoon 24 zwarte stiekjes. Stiekjes zijn altijd handig om te hebben. Ik gebruik dit soort stiekjes vooral als ik mijn haar 's avonds vlecht na het douchen. Ik slaap ook met een vlecht, want anders gaat mijn haar heel erg glitten. En ik dacht, goh, het zit ook nog eens in een schattig potje, dus laat ik deze stiekjes meenemen. Dan heb ik een hoesje gekocht voor mijn telefoon. Ik heb een iPhone 7 Plus. Deze is trouwens voor de 8 Plus, maar als het goed is past de 7 Plus hier ook gewoon in. Ja, het is gewoon hetzelfde formaat. En het hoesje wat er nu omheen zit, die wordt een beetje vies. En ik dacht, nou, ik neem gewoon even een nieuw hoesje mee bij de Action. Gewoon een zwarte. Dan heb ik stickertjes gekocht. En dit zijn wrijfblaadjes eigenlijk. Er zit alleen niet zo'n dingetje bij, maar ze zijn wel heel erg leuk. Met ballonnetjes en tekstjes, veertjes, fietsjes. Je hebt 3 velletjes. Ik vond vooral deze heel erg tof met het parfumflesje, de tasjes. Schoentjes zie ik. Super leuk. En dan heb je nog een velletje. En dit zijn ook weer tekstjes. Ik zie een cameraatje. Ja, eigenlijk van alles wat. Deze moet je dus wrijven. En ik heb dus... Er zit dus niet zo'n wrijfdingetje bij. Dus ik weet niet zo goed hoe ik dat moet gaan doen. Maar misschien... Ja, dat moet ik gewoon eventjes gaan bekijken hoe je deze dan kunt gebruiken. Maar ik vond deze wel heel erg leuk uitzien. Dan mijn all favorites van de Action. Dat zijn de lijmrollers. En ik gebruik deze altijd in mijn bullet journal. Ze gaan ook heel snel op. Dus altijd als ik bij de Action kom, neem ik er weer even 2 mee. Omdat ik dit gewoon super fijne lijmrollers vind. Die gewoon heel gemakkelijk in gebruik zijn. Dan heb ik ook een washi-tapeje gekocht. Dat is deze. Dit is een metallic. En deze is met paars. Deze heeft hartjes en... Ja, ruitjes meer lijken het. En er staat een tekstje op. Believe in yourself. Superleuke washi-tapejes. Kun je ook nooit genoeg hebben. Ook superleuk om in je bullet journal te gebruiken, vind ik altijd. Dan heb ik ook stempeltjes gekocht. En dit zijn 8 stempeltjes. Dit zijn houten stempeltjes met verschillende tekstjes. Er staat op make it happen. Je ziet een cameraatje. Je hebt ook... Deze vond ik ook heel erg tof bijvoorbeeld. Dit past ook heel erg in je bullet journal. Gewoon hele leuke stempeltjes. Ik heb alleen niet echt een heel groot stempelkussen. Die zou ik nog een keer moeten kopen. Maar die heeft Action niet. Die heeft alleen kleine stempelkussentjes. En misschien dat die kleintjes er nog wel op kunnen. Maar de grote, daar moet ik echt even een keer een goed stempelkussen voor halen. Mocht je een tip hebben waar je die kunt kopen... Laat het zeker even weten, want ik vind het een beetje lastig. Dan heb ik ook een klein bullet journaltje gekocht. Ik vond deze wel heel erg leuk. Hier zitten ook een aantal dingetjes in. Als het goed is, zit ook een touwtje bij. Ik vond deze design gewoon heel erg leuk. En ik hoorde al van mijn zusje en mijn moeder gebruiken deze ook allebei. En ja, ik dacht het is gewoon leuk om gewoon erbij te hebben. Voor
als ik nog eens wat anders wil doen dan alleen een boekje maken over mijn blog en YouTube. Want mijn huidige bullet journal is vooral geschikt voor mijn blog en YouTube. Maar ja, ik vond deze wel heel erg leuk. En hier zitten dus deze explain dingetjes zitten er nog in. Dan heb ik eventjes een zakje konijnen voor gehaald. Mijn konijn vindt het heel erg lekker. En het is ook gewoon super goed voor je konijn. En het is lekker low budget, want er zitten gewoon de goede vitamines in. Dus die heb ik ook gewoon even weer gehaald. Is trouwens ook voor cavia's deze. Voor konijnen en cavia's. Dan heb ik eventjes T-Pex gehaald. En ik heb wel deze tape-rollers gehaald. Ik ben hier zelf niet heel erg fan van. Ze hadden helaas op het moment geen potjes. Maar ik moest wel echt even T-Pex hebben. Dus ik dacht, nou dan moet ik die rollers maar nemen. Ik heb ze gewoon van het eigen merk van de Action genomen. Je had ook een wat duurder merk. Maar ik dacht, nou ik ga gewoon voor deze. Want ja, misschien heb ik de vorige keer wel iets verkeerd gedaan en ga ik het nu gewoon goed doen. Er staat ook wel bij hoe je het moet doen, maar op een of andere manier vind ik met dit werken lastiger. En die lijmrollers gaan bijvoorbeeld prima. Dus dat is wel bijzonder. Even kijken hoor. Dan heb ik een lijmpistool gekocht. Deze gaat op een snoertje, zie ik. Die zit gewoon in een snoer met een snoertje. Er zitten geen tapejes bij volgens mij. Oh ja, er zitten twee cartridges bij met tapejes. Ik zie ze hier al zitten. En ik wil deze gaan gebruiken om mijn krabbal te gaan lijmen. Want met gewone lijm lukt dat niet. Ik dacht misschien lukt het met zo'n lijmpistool wel. Ik heb voor een zwarte variant gekozen. Je had twee varianten. Er was er ook eentje wat momenteel in de aanbieding. Maar ik vond deze gewoon mooier. De zwarte. En daarbij heb ik ook, moet ik even zoeken, gelijk lijmsticks gekocht. Dit zijn 10 lijmsticks. En ik moet even kijken hoe dit precies werkt. Ik hoop wel dat ze erin passen, want de lijmsticks die hierbij zitten zijn wel degelijk korter. Maar het ligt bij elkaar, dus het zal waarschijnlijk wel gewoon passen en... Ik dacht, ja, het is wel zo handig om dan ook gelijk lijmsticks in huis te hebben. Dan heb ik even van die showhoesen meegenomen. Die van mij, die waren op. En ik had de laatste tijd wat bladen die ik eigenlijk gewoon in zo'n hoes wilde steken. Dus ik dacht, nou, ik neem eventjes zo'n set mee met van die showtassen, noemen ze. Er zitten er 25 in, dus daar kan ik voorlopig weer voor uit. Ik ga een beetje random door elkaar heen. Dan heb ik hier zo eventjes weer kledinghangers gehaald. Ik heb altijd deze, want deze zijn lekker dun en er past er gewoon veel kleding bij. Ik merkte dat ik niet zo heel veel van die kledinghangers meer over had. Dus ik dacht, ik was nu bij de Action, laat ik gewoon even een nieuwe set meenemen. Het zijn er 10 als het goed is. Staat er eigenlijk niet heel duidelijk op. Maar wat ik weet zijn er 10. Ik kan ze tellen natuurlijk. 1, 2, 3, 4. Ja, het zijn er 10. En ja, voor mij werken deze prima. Dan heb ik nog meer stickertjes gekocht. En dat zijn deze. En deze vond ik ook super leuk. Hier staan ook bijvoorbeeld lipjes op. Ja, en schoentjes. Zie ik hier. Heel leuk setje met allemaal leuke stickertjes. Je had deze ook in verschillende varianten. Maar ik vond deze gewoon het leukste die ze op dit moment hadden. Dus ik dacht, ik ga voor deze. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Maar ik vond deze wel super leuk. En dan heb ik nog een setje gekocht. En deze vond ik ook wel heel erg leuk. Want hier staan ook wat quotejes zeg maar op. Deze hoort trouwens in dezelfde lijn zie ik nu als die ik net had. Maar een typemachientje zie ik bijvoorbeeld. Een envelopje. Gewoon hele leuke stickertjes die gewoon leuk in je bullet journal kunnen. Dan heb ik even stiften gekocht. Mijn stiften werden slecht. En ik had niet zoveel zin om heel veel geld uit te geven aan stiften. Dus ik heb gewoon even een pak gekocht met allerlei kleuren. Er zitten ook een heleboel kleuren in die ik zelf nog niet had. Maar ik gebruik vooral heel veel zwart. En mijn zwarte stiften werden best wel slecht. Dus ik dacht, ik neem gewoon even een pakje stiften mee. 30 stiften. En ze waren ook nog een super low budget. Dan heb ik ook potloden gekocht. En dit zijn verschillende.
Allereerst heb ik deze. Dit zijn 18 potloden. In vooral ja, dit soort kleuren. Dit zijn ja, wat donkerdere kleuren, maar ook wat lichtere kleuren. Dit zijn zeg maar de kleuren die erin zitten. Hele leuke setjes. En ik hoorde van mijn zusje dat deze heel erg goed waren. Je had 4 verschillende. Ik heb ze ook alle 4 meegenomen. Dan heb ik deze. Dit zijn meer wat roze potloden. Ook super leuk. Echt super tof. Met ja, ook wat nude kleuren erin, zeg maar. Dan heb ik ook een setje met vooral wat groene kleuren. Ja, ook wel weer wat dark grey en zwart. Dus ik ben benieuwd hoe deze potloden gaan werken. En dan heb ik een setje met vooral wat gele en bruine tinten. Dat is deze. En ik ben heel erg blij met deze setjes. Want ja, ik vond ze er zo super tof uitzien. Dat ik dacht, die wil ik ook wel heel graag hebben. Dan heb ik ook een foam loop gekocht. En dit is eigenlijk weer een beetje de vervanger van de popsocket. Want die hebben ze op het moment bij de Action Mini niet. Ze hebben nu foam loops. Deze kun je gewoon achter op je telefoon plakken. Die kun je omhoog schuiven en dan kun je je vinger erachter steken. Lijkt mij wel super handig. Ik heb een vrij grote telefoon. En het gebeurt toch wel eens als ik hem lang vast heb. Dat ik gewoon een beetje slapende vingers krijg. Dus ik dacht misschien is zo'n grip wel super handig. En ik denk dat het op een zwart hoesje ook wel heel erg leuk staat. Je had deze in verschillende designs. Ik heb ze ook gezien met emoticons erop. Maar ik ben gewoon lekker voor roze gegaan. Want ik hou toch wel weer van roze wat dat betreft. Dan heb ik eigenlijk nu alleen nog maar beauty spullen. Allereerst heb ik een voetenmaskertje gekocht. Dat is deze. En ik zag deze al in verschillende shoplots voorbij komen. Ik ben iemand, ik heb best wel snel last van ilt en zo. En ik rasp dat ook regelmatig. Maar voetenmaskertje op zijn tijd is denk ik best wel lekker. Ik heb hem met kokosnoot, zo te zien. Er zit chia butter in en vitamine E. En je moet zeg maar eerst even je voeten goed wassen voor je dit gaat gebruiken. Deze maskers die zitten gewoon in sokjes als ik het zo begrijp. Er zit gewoon, je moet het openknippen en als je dat sokje aantrekt dan gaat dat voetenmasker in je voeten trekken. Je moet niet lopen als je dit aandoet. Je moet het 15 tot 20 minuten laten zitten. Dus ik ben wel heel erg benieuwd of mijn voeten hier lekker zacht gaan worden. Vooral voor de zomer lijkt me dit echt super lekker om eens een voetenmaskertje te doen. Ik ben sowieso iemand die wel fan is van maskertjes en zo. Dan heb ik een foundation. En ik dacht eigenlijk dat ik de glimmende Shine Foundation had gekocht. Want je hebt deze in 2 varianten. Maar dit is dus toch de matte variant. Ik wilde dus eigenlijk heel erg graag de glimmende. Maar ik vind deze foundations wel heel erg fijn. Dus dan heb ik gewoon een backupje. Want het zijn wel hele fijne foundations. Ik heb hem in de kleur 123 Soft Rose. Het is ook een ander kleurtje als die ik al heb. Maar misschien is dat ook wel heel erg leuk. Dan heb ik ook... We gaan even duiken. 2 lippenbalsempjes. Allereerst heb ik deze. Deze zag er gewoon keischattig uit. Met, dit is met appelgeur trouwens. Met een beestje. En ik heb hier zwak voor. Ik vind dit leuk. Het ziet er een beetje Chinees uit. Ze heeft een beetje Chinese tekens. Dus ik denk ook dat dit echt zo'n product is wat je op AliExpress zou kunnen vinden. Maar met een frisse appelgeur staat erop. Dus ik ben wel heel erg benieuwd. En je had deze ook in verschillende varianten. Maar ik vond dit beestje gewoon het leukste. En dan heb ik een lipbalm van Baby Lips. En dit is een stick. En deze was ik eigenlijk nog niet eerder tegengekomen bij de Action. Ik weet, volgens mij heeft de drogisterij heeft hem ook. Maar deze kende ik nog niet. En deze was nu bij de Action. En ik heb de normale variant. Volgens mij heb ik... Ja, er staat eigenlijk crayon. Er staat eigenlijk niet echt een geur bij.
Ik kan dat nog even opzoeken. En als ik het zo vind, dan zet ik het even hieronder in. Maar dit is dus deze lippenbalsem van Baby Lips. Vind ik hele fijne producten overigens ook. Oh, ik dacht dat ik alleen nog maar beauty spullen had. Maar ik heb hier nog een wasjetapeje. En deze vind ik ook heel erg leuk. Met paars, met sterretjes, streepjes. En deze is ook met goud. Dus ja, ook een hele leuke. Ook weer een metallic trouwens. Maar ook wel weer hele leuke designs. En ik vind die kleurtjes ook gewoon wat leuker. Om toe te voegen aan mijn stash, zeg maar. Dan heb ik weer eventjes de body wash. Dit is de komkommer en groene thee. Die koop ik eigenlijk altijd. Deze vind ik heel erg lekker. En ik was die van mij, die heb ik alweer een tijdje aangebroken. Dan vind ik het fijn als er weer een backup staat. En deze zijn bij de Action ook lekker goedkoop. Ja, ik heb het idee dat de verpakking wat veranderd is, maar dat geeft niet. Het is gewoon een heel fijn product. Als het product nog maar hetzelfde is, ben ik alweer blij. Dan heb ik een make-up paletten en dat is deze. En ik ga hem even dicht laten zitten, want hij zit nog dicht, maar het is echt een boekje. En hier zit een mascara in, een oogpotloodje, oogschaduw, een highlighter en een bronzer. Dat vind ik ook wel weer gewoon, ja, dit soort spullen koop ik dan ook weer gewoon om te testen voor mijn blog, zeg maar. Het staat trouwens voorop ook op wat erin zit. Ja, super leuk verpakt, ziet er super leuk uit. Dus ik ben heel erg benieuwd naar dit setje. Dan heb ik ook een aantal nieuwe paletten gekocht. Allereerst het Highlight Blush paletten. Dat is deze. En hier zitten dus highlighter en blushes in. Superleuk ziet hij eruit. En dit is van het merk Skyline Beauty. Heel erg leuk ook. Dan heb ik ook nog een face paletten. Dat is deze. En deze heeft ook wat bronzer. Dit is eigenlijk contour en highlight paletten. Super leuk ook. En ik heb een lip paletten. Dat is deze. Daar staat de eikeltoren op. Die vind ik ook super leuk. En er zitten dus 12 lipproducten in. En dat vind ik ook gewoon heel erg leuk om te gaan proberen. Dus daar ben ik ook heel erg blij mee. Het zijn gewoon, wat ik al zei, vooral ook bloggerelateerde producten. En dan ben ik toe aan het allerlaatste item en dat is dit geurtje. En dit is een Fragrancy Eau de Parfum. Ziet er super leuk uit. Ruikt ook super lekker. Ik vond de verpakking ook super leuk. Dus dat is dit lieve, kleine, leuke geurtje. Me and You staat er eigenlijk ook een geur op. Dat niet, maar hij ruikt wel super lekker. Dat kan ik je al vertellen. Maar het is wel grappig, je kunt hier ook opschrijven, zeg maar, voor From Me to You, als je een cadeau wilt geven. Dus ook een superleuk parfumpje. Dan waren dit alle spulletjes die ik heb gekocht bij de Action. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie het leukste item vonden wat ik heb gekocht. Ik ben weer heel erg blij met deze spulletjes om het te gaan gebruiken. Ik ga het zometeen gelijk netjes opruimen en dan ga ik het allemaal weer lekker gebruiken van de make-up producten. Dus dan kun je binnenkort wel een review verwachten op mijn blog. Maar daarvoor zou je mijn blog gewoon even in de gaten kunnen houden. Ik vind het ook leuk, alle spulletjes weer voor mijn bullet journal. Dus ik ben er weer heel erg blij mee. Voor nu wil ik je weer heel erg bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Doeg!